Wij komen aan op dat weidje. Ik zet dat dak recht. Dat gaat ondertussen een stuk gemakkelijker. Mijn kleinste kijkt daarnaar en zegt: papa, dat is een driehoek. Kijk, dat is zelfontdekkend methode onderwijs. Zij kunnen veel beter de theorie en het abstracte met elkaar verbinden. En ik was benieuwd. Ik zeg, welke driehoek is het? Want in het zelfontdekkend methodeonderwijs zijn ze zo gemotiveerd om altijd verder te leren. Ze ook een hele diepe kennis verwerven. Zoals ons dat beloofd. Ik kijk naar die driehoek. Ik zeg, ja, hij is aan het twijfelen natuurlijk of dat hij gaat zeggen. Onregelmatige driehoek, wat dat strikt gezien klopt, maar wat dat een beetje een containerbegrip is. Ofwel scherphoekige driehoek, wat dat er recht op zou zijn. Zijn mond gaat open en zegt, papa, dat is een evenwijdige driehoek. Maar de oudste springt bij, ook dat is methodeonderwijs. De oudere leerlingen sturen bij. Hij legt uit aan zijn broer dat in een driehoek twee rechten niet evenwijdig kunnen zijn. Want evenwijdig betekent dat je ze kunt verlengen tot in de oneindigheid en dat ze elkaar nog altijd niet snijden. De kleinste bekijkt hem en zegt, voor mij geeft dat niet dat ze snijden. Voor hem mochten ze snijden en toch evenwijdig zijn. Ook dat is methodeonderwijs. Ze leren enorm veel tolerantie aan op alle vlakken. Ik vraag aan mijn oudste, zeg jij een keer welke driehoek dat is? Hij zegt, het is een scherpzinnige driehoek. Ik begon mij toch een beetje zorgen te maken. Ik pak een bladje papier uit de boekentas van de jongste. Ik zet er een paar trapeziums op, een paar parallelogrammen. En ik zeg, omcirkel nu een keer alle trapeziums. De jongste wou dat niet doen. Hij vond dat stigmatiserend. Hij zei, ze zijn zo geboren met één paar evenwijdige zijden. Daar kunnen ze toch niks aan doen? De oudste zei, ja, maar ze kunnen misschien wel doorgroeien. Ik dacht, man, wat is dat hier? Ik zeg, jullie moeten het onderling kunnen oplossen, man. Ook dat is zelf omdat ik het methodeonderwijs. Ze zitten even samen, ze komen glunderend terug en ze zeggen dat ze beslist hebben om parallelogram en trapezium te fusioneren tot parallelesium. Ik denk mij allemaal goed, ik moet gewoon onthouden als ik nog een keer verbouw dat ik geen architect uit het methodeonderwijs pak.